Hallo, welkom bij knottenbol.nl. Vierkant 1 van de Knotten Colors Call 2019, de Tidische Stekendeken. Deze steek zouden jullie misschien al wel kunnen kennen, maar we gaan hem toch even laten zien. Ik zet natuurlijk gewoon een paar steken op, gewoon voor de tutorial. En ik gebruik natuurlijk de Tunische haaknaald met het draad eraan. En we hebben de opzet gemaakt. Dit zijn dan in het echt 40 steken. En dan bij de teruggaande naald wisselen we altijd van, of niet altijd, maar in dit patroon wisselen we in de teruggaande naald van kleur. Dus wat ik doe is, ik sla gewoon een nieuwe kleur om en ga de teruggaande naald haken. En de eerste doe je altijd door 1, een soort van de kantsteek. En dan doe je door 2 halen, omslaan en door 2. Dat is zo de teruggaande naald. En we gaan de arrow stitch maken. Ik zal hem hier even laten zien. Dus in de heengaande naald, die teruggaande naald, die kennen jullie als het goed is. Dan in de heengaande naald gaan wij 2 samen haken. Dus in plaats van je door 1 steekt, steek je door 2 lusjes heen. Slaat om, haalt hem door. Dan maak je een omslag van voor naar achteren. En die hou je vast, want anders glijdt hij van je naald af. En dan doe je weer door 2 lusjes insteken. Van voor naar achter en door 2. Van voor naar achter en door 2. Oh, je moet hem altijd vasthouden zoals je zag. Waarom dat is dus. Dus nog even langzaam. Omslag. Dus normaal sta je zo. Nu doen we van voor naar achter een zogenaamde averechte omslag. En je steekt niet door 1 in, maar door 2 lusjes tegelijk. Slaat hem om en haalt hem door. De omslag door 2. En dan een omslag. En de kantsteek. Dus ik steek hem in door het linker, in het midden van het gele lusje. En dat draadje hangt ook aan de achterkant van mijn naald. Oké, en dan wisselen we weer van kleur. Dan pakken we de kleur 1 weer op. En de grijze is de achtergrondkleur, de kleur 1B. En dan haken we een teruggaande naald weer. Sommige dingen gaan wat sneller, omdat ik denk van dit moeten jullie weten al hoe dit werkt. En dus vandaar. En dan in deze naald ga ik even spieken, want ik heb het niet zo goed in mijn hoofd. Ja, dus we gaan de steek hier opnemen. De eerste lus pakken we gewoon een steek, een normale Tunische steek, de gewone Tunische steek. En dan slaan we dat lusje over, want we gaan in dit gat. En een steek opnemen. Dus nog een keer. Die doen we een gewone en dan in het gat. Dus dit haar is echt heel lekker. Deze steek inspireert mij ook echt om nog een keer wat anders mee te maken. Omdat hij zo lekker makkelijk haakt. Dus nog een keer rustig. Je hebt hier 2 lusjes. Je doet alleen in die eerste lus neem je een gewone Tunische steek. En dan in het gat. In die eerste een gewone Tunische steek. En in het gat. En dan zijn we alweer bij de kantsteek aanbeland. En dan
Dit is, zijn er twee rijen. Dus je doet altijd hetzelfde in de grijze rij en je doet altijd hetzelfde in de gele rij. En dit is een superleuke steek om te doen. Dus succes! Dankjewel voor het kijken en kijk verder op knottenwol.nl. Doei doei!